rechter en overzijde. En dan leidt Hegua de Bollé en die gaat de volgende tussentijd neerzetten. Die is 17-3. 17-3 voor de tweede 500 meter. We hebben inmiddels een kilometer gehad. Floris van Egmond op plaats 2. Iden de Chirka op plek 3. En het eerste paard aan de buitenkant is Elisa d'Amour. Daarachter aan de reling zijde Graal de Busse, die makkelijk meegaat. En aan de buitenkant naast hem ligt Elixir Normal. Ook in het tweede spoor onderweg Katsu. Aan de reling zijde Frankie du Capfer. Ook aan de reling Born to Run. Daarnaast in het tweede spoor Dortes Prestance. En daarachter ook in het tweede spoor, maar wel laatste paard voorlopig. Dat is Erwoud Decajul. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Krebas krijgt geen aanvallen, kan het tempo zelf bepalen. En dat doet hij op een hele rustige manier. Hij rijdt een vlakke 17 ongeveer. Eens kijken of hij dat nu weer doet. 19-2, ietsje langzamer zelfs. En zo gaan we de laatste kilometer in. Dan moet er nog genoeg in de tank zitten. Hegua de Bollé leidt. Daarachter op plek 2 de medefavoriet. En dat is Floris van Egmond. Buitenkant Elisa d'Amour die steeds dichterbij komt. Graal de Busser aan de binnenkant ligt achter Iden Chirka. Die wacht nog op een gaatje, maar dat gaatje is er nog niet. Want naast hem ligt Elixir Normal. Katsu gaat nu wel naar het spoor. Katsu gaat zometeen als eerste de aanval plaatsen. Dat weet nog niemand, alleen Christophe de Puit. Maar Christophe gaat toch weer terug naar binnen. En dan gaat voor hem uit Elixir Normal. Elixir Normal gaat als eerste. En zo zijn ze halverwege de rechte lijn overzijde. Krebas heeft het inmiddels gezien en gaat nu vragen om een versnelling. Zo gaan ze de laatste 500 meter in. 13-9 was de tussentijd. En het is Hegua de Bollé die leidt. Hegua de Bollé, daarachter Floris van Egmond. Aan de buitenkant Elixir Normal. Drie dik aan de buitenkant komt Katsu. En aan de binnenkant Iden de Chirka die wel over de karren heen wil lopen. Nummer 4 galop. Aanrijding in het veld en daar zit ook Graal de Busser bij. 7 galop. Halverwege de Tjarda bocht is het Hegua de Bollé die nog altijd leidt. Katsu aan de buitenkant komt dichterbij. Floris van Egmond hoopt op een gaatje. Heeft dat gaatje nog niet en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Het is Hegua de Bollé en daar komt de Puit weer. Die heeft zo vaak achter Hegua de Bollé. 12 moet hij dat galop. Dan nou weer gaan doen? Katsu aan de buitenkant. Hegua de Bollé aan de binnenkant. Hegua de Bollé aan de binnenkant. Blijft doorzetten. Iden de Chirka komt eraan. Go Bassie! Go, go, go! Hegua de Bollé, Katsu en Iden de Chirka. 16 rond voor de winnaar. En de voorlopige uitslag van koers 5, de Prix 80 Euro Outro, is 6-10-5-2-1. En daar staat Bas Krebas al in de Victory Circle en hij mag zich een gelukkig man prijzen. Zijn Hegua de Bollé maakt een winnende rentree hier op Wolvenga in een kilometer tijd van 1:16:0. Bloemen namens Miep Hamming. Bas, van harte gefeliciteerd. Het zag er toch nog spannend uit op het laatste stuk. Ja, zeker. Hij gaat nooit aan het bitten merken. Dus ik had niks in handen halverwege de laatste bocht. Dus toch een beetje ongerust. En de hoek uit, ik trek de prop en Christophe komt ernaast en dan liep zo weer verder. En uiteindelijk wint hij het dan nog weer gemakkelijk, maar... Ja, Mer is natuurlijk super flegmatiek, dat het heel mooi is. Dan kan je schuwhard beginnen en dan win je de koers op. Nee, en nu kan hij over een maand, kan hij Amiens auto start, past hij precies nog in met zijn neus op de auto. Nee. Mer maakt een hoop indruk vandaag en ze hadden ook een hoop respect voor je onderweg. Ja, dat scheelt. Kijk, ze weten hoe die hier altijd gelopen natuurlijk. En ik geef niet gauw af met deze. En je hebt vorig jaar gezien, ze kachelt altijd mee. En nee, van kop af rijden zo'n paard. Super. Je legde in de Wetbeters podcast uit dat ze beter is dan vorig jaar. Waar zit dat dan precies in? Nou, ze is nog weer wat beter in zijn draaf. Want vorig jaar begon hij wel wat te rommelen op tent. En dat is nu veel minder. Ja, hij draaft gewoon nog weer veel beter dan vorig jaar. En dat is vooral op Vincent belangrijk. Want ik heb natuurlijk al een paar keer eruit gekiept. En daar word ik niet vrolijk van. En dat is een kwestie van kracht, Bas? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar... Je gaf al aan, er is een start op het oog op Amiens. Wanneer is die precies? Ik denk over een maand. Dus hij start een maand weer niet, want anders verlies ik daar die koers. Blijf ik er niet in als ik hier wat win of waar dan ook. Dus dan kan ik maar beter op wachten. Is dat 56.000 voor 5-jarige merries. Dus een super uitschrijving. Ziet er goed uit, Bas. Gefeliciteerd en succes. Dankjewel. Dames en heren, Hegua de Bollé is een 5-jarige vosmerrie van Orlando Vici uit Vigogne de Bollé. Gefokt in Frankrijk, een eigendom van Stal PD Peter Delis. Trainer Bas Krebas en hij is ook de rijder. En ze winnen hier in 1:16:0. So
Ralf, als Bas zegt dat hij de kop neemt, dan neemt hij hem ook, hè? Absoluut. En daarna is die koers gewoon gelopen. Maar dan nog, wat Bas ook weer zegt, de hele weg niks in je handen hebben, dat lijkt me een hele akelige ervaring. Als je de laatste bocht omkijkt en je ziet een heel peloton in je nek. Ja, maar dan zie je ook wel dat als er dan wat komt, dan gaat hij wel. Dan gaat ze wel. Ja. Straks is gevallen. Komt een hele mooie vos naar voren. Dat is Hegoa de Bolé en die wil naar de kop. En daar is hij naar op weg op dit moment. Daarachter op plek 2 aan de relingzijde ligt Floris van Egmond. Iden Shirkar wordt teruggenomen naar de derde plaats. En ook een goede start voor de nummer 7, Graal de Busset. Die ligt vierde. Vijfde aan de relingzijde is dan Franky du Capver. Die heeft aan de buitenkant naast zich Elixir Normal. Schoonover zou graag een paard voor zich willen hebben. Zit ook al te kijken en zegt tegen de rijder van... Het paard van Luiten Vries, dat is dus Luiten Vries, dat is de rijder, dat hij er wel langs mag. En Luit is dan onderweg aan de buitenzijde. Hij probeert het met Elisa Damour om voor Stefan te komen. En daar moet hij aardig gas voor geven. De eerste tussentijd is 14-8. We nog twee ronden te gaan. Hegoa de Bolé leidt. Daarachter leidt Floris van Egmond en op plaats 3 Iden de Shirka. Nu komt op plek 4 het nummer 4 van Elisa Damour. En daarachter aan de relingzijde ligt Graal de Busset. Elixir Normal heeft nu een... paard voor zich en dat is altijd prettig. Daarachter aan de relingzijde ligt Franky du Capver. Ook aan de relingzijde Born to Run. Tweede spoor daarnaast is Katsu. En de laatste plaats voorlopig is voor Dortes Prestals. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Het is niet de allerlaatste plaats trouwens. Er ligt nog één deelnemer in het geel achter. Dat is Jaap Fixen die rustig begon met Erwoed Decajul. Rechte lijn overzijde en daar leidt Hegoa de Bolé. En die gaat de volgende tussentijd neerzetten. Die is 17-3. 17-3 voor de tweede 500 meter. We hebben inmiddels een kilometer gehad. Floris van Egmond op plaats 2, Iden de Shirka op plek 3. En het eerste paard aan de buitenkant is Elisa Damour. Daarachter aan de relingzijde Graal de Busset, die makkelijk meegaat. En aan de buitenkant naast hem ligt Elixir Normal. Ook in de tweede spoor onderweg Katsu. Aan de relingzijde Franky du Capver. Ook aan de reling Born to Run. Daarnaast in de tweede spoor Dortes Prestance. En daarachter ook in de tweede spoor, maar wel laatste paard voorlopig. Dat is Erwoed Decajul. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Krebas krijgt geen aanvallen, kan het tempo zelf bepalen. En dat doet hij op een hele rustige manier. Hij rijdt een vlakke 17 ongeveer. Eens kijken of hij dat nu weer doet. 19-2, ietsje langzamer zelfs. En zo gaan we de laatste kilometer in. Dan moet er nog genoeg in de tank zitten. Hegoa de Bolé leidt. Daarachter op plek 2 de medefavoriet. En dat is Floris van Egmond. Buitenkant Elisa Damour die steeds dichterbij komt. Graal de Busset aan de binnenkant ligt achter Iden Shirka. Die wacht nog op een gaatje, maar dat gaatje is er nog niet. Want naast hem ligt Elixir Normal. Katsu gaat nu wel naar het derde spoor. Katsu gaat zometeen als eerste de aanval plaatsen. Dat weet nog niemand, alleen Christophe de Puit. Maar Christophe gaat toch weer terug naar binnen. En dan gaat voor hem uit Elixir Normal. Elixir Normal gaat als eerste. En zo zijn ze halverwege de rechte lijn overzijde. Krebas heeft het inmiddels gezien en gaat nu vragen om een versnelling. Zo gaan ze de laatste 500 meter in. 13-9 was de tussentijd. En het is Hegoa de Bolé die leidt. Hegoa de Bolé, daarachter Floris van Egmond. Aan de buitenkant Elixir Normal. Driedik aan de buitenkant komt Katsu. En aan de binnenkant Iden de Shirka die wel over de karren heen wil lopen. Nummer 4 galop. Aanrijding in het veld en daar zit ook Graal de Busset bij. Uitgeschakeld nummer 7 galop. Halverwege de Tjarda bocht is het Hegoa de Bolé die nog altijd leidt. Katsu aan de buitenkant komt dichterbij. Floris van Egmond hoopt op een gaatje. Heeft dat gaatje nog niet en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Het is Hegoa de Bolé en daar komt de Puit weer. En die heeft zo vaak achter Hegoa de Bolé. 12, moet hij dat dan nou weer gaan doen? Katsu aan de buitenkant. Hegoa de Bolé aan de binnenkant. Hegoa de Bolé aan de binnenkant. Blijf doorzetten. Iden de Shirka komt eraan. Go Bassi! Go, go, go! Hegoa de Bolé, Katsu en Iden de Shirka. 16 rond voor de winnaar.